Eerlijke zaaien. Nee, maar ik denk inderdaad, al die veldjes inderdaad wel volmaken een beetje. Ja, zeker. Even kijken hoe ver wij met veld 30 gaan komen. Oh. Ik heb kniplichaam. Ik volg jou. Ik zou ook een beetje kniplichaam inzetten. Ben je een beetje dronken, jongen? Ja, een beetje wel, ja. Een beetje wel. Zie je het? Ja, dat valt niet op. Dat valt niet echt op. Ja, nu minder. Ja. Zo! Oh, wat een soepje. Voor die brug kraken dan? Ja. Eerst hij hier op dit stuk bij de andere. Vorige versie, ja, hier iedere keer zo'n ongeluk, zeg maar. Yep. Dat verder op terug. Klopt. Ik raak net of er iets in mijn kamer in de brand staat. Oh, dat is minder. Ik weet niet wat dat is, maar het is wel. Klein openingetje gelaten. Ja. Ah ja, bijna 17. Oh. Ik dacht dat ik een stukje over had geslagen in de bocht. Ik begin wel. In het begin heb je heel veel overgeslagen. Ah, oké. Okay. Ja, veel. Ik ook een klein stukje. Maar inderdaad, toch sparen voor een tweede combine dat twee mensen kunnen werken. Ja, dat is beter. Ja, dat is wel mooi bij deze. Oh, slingerpijl. Ja, dat is alweer te zien. Dat doet hij zelf. Ja, ik zag het. Ja, het kan ook omdat de Raymond de bestuurder is. Tuurlijk. Dat is het wel vaker.
Sire is kapot. Wat is ja? Ja, moet naar de reparatieloods. Je hebt hem zelf stuk gemaakt. Ja, ach. Kijk, zolang wij die nog steeds die onze eigen geplante bomen hebben. Ja, zou ik nog niet aan die map dingen beginnen hoor. Dat duurt toch nog heel lang voordat ze op zijn. En dan moeten we een keer die boomstronkjes ook weghalen. Jep, moeten we die vrees hebben. Wat je voor dat een trekker kan doen dat wat bij de bosbouw staat. Ja. Kijk, heeft toch nog wel wat spullen nodig, hoor. Ja, voor het bedrijf inderdaad best wel. Vooral dat koolzaad en mais, dat is echt een hoofdproduct op deze markt. Tja, als jij geen dieselwerk kan maken daardoor, dan kan je er vrijwel eigenlijk niks. In principe niet. En mais gebruik je ook weer voor dieselwerk, hè? Ja. Godzijdank. Ja. Nou, ik dacht dat veld 45 nog best wel een groot veld was, maar... Het komt niet heel veel mais uit, hè? Nee. Café wel, maar... Ja. Kaf komt er heel veel uit. Zometeen een stukje voor jou wat je bent vergeten te pakken. Ja, kijk of hij hem kan rijden dat hij het pakt. Ja, bij mij pakt hij. Oké. Dat kan misschien omdat er een hobbeltje zit die hij zo heet. Oh, dat zou kunnen hoor. Nou, laten we zo meteen veld 31 ook gelijk maar doen. Ja, ik zou. Ja, dan hoop ik dat ik het red met zal. Oh ja, ik ook eigenlijk. Dat is me net niet opgevallen. En eigenlijk, hè, als we velden gaan inzaaien, hè, plantengroei even uitzetten eigenlijk. Ja, maar als we kijken, zolang wij dat bomending hebben, dan zet ik het sowieso niet snel ook. Dat wil ik liever gewoon niet hebben. Nou, we kunnen kijken hoe ver we met veld 31 komen. Gewoon hetzelfde? Yep.
Maar vergeleken met die andere map wat we hiervoor hadden, is deze bloemen doen wel veel groter. Ja, dan moet je ook veel meer producten weer voor hebben ook. Sowieso heb je overal pallets nodig en dat soort dingen. Om het weer op pallets te zetten. Ja, ik ga deze kant op. Ja, ook die kant op. Miep, miep. Zo, lekker veldje koolzaad. Ja. Uiteindelijk al deze rest van de veld. Ik denk dat we dit stukje gewoon koolzaad moeten doen. Allemaal daar? Ja, ik denk het wel. Ik heb wat met dat zijkantje daar. Ja, de hele witte aangereden. Ja. Oh. Ja, moet ik niet zo bier drinken. Maar het is weekend. Ah, daar heb je hem, lelijk het. En bedank maar weer. Hij heeft wel hebben. Ik wel. Ja, die gaat ook open. Ja. Ik zag ook dat ze van deze versie, waar wij nou mee rijden met die case, daar hebben ze ook de zwarte versie van. Kijk eens, wat is nieuw. Ja, maar kan je er ook kenteken laten voeren of niet? Ja.
Zo. Deurtje dicht. Hey jongens, ik wens jullie een hele fijne avond. En tot ziens, tot de volgende keer. En laters.